zal die schade alleen maar toenemen. Als morgen de krantenkoppen, Donner stapt op naar druk Lada, dan is dit niet waar, het is gedroomd. De Nederlandse situatie heeft er wel toe bijgedragen dat Donner het beleidskader heeft aangepast. Vanaf nu wordt namelijk vereist dat de gemeente een representatief en toetsbaar onderzoek doet naar het maatschappelijk draagvlak. De wil om dat uit eigen beweging te regelen heeft in Niedorp altijd ontbroken. In de herindelingsdiscussie werd gewezen... ...en u bent ook medeverantwoordelijk voor een van de moeilijkste dingen die er zijn, namelijk het maken van een initiatiefvoorstel, om dat ook nog heel grondig te doen. Want u was mede-initiatiefnemer voor een referendumverordening die het helaas niet heeft mogen halen. U was ook lid van de selectiecommissie voor van de G4, maar dat is voor te veel om hierop in te gaan. En Rob, ja, moet dat heel goed naar Rob luisteren, ook als raadsvoorzitter. Niet alleen omdat hij heel veel inhoud stopt in weinig tekst. Bijna elke zin bevat wel iets waar je dieper over moet nadenken. Maar hij heeft nog een opvallende eigenschap. Hij is in staat om een tekst uit te spreken zonder komma's en punten. En burgemeesters zijn gek op komma's en punten, want het is het moment waar je het even kan ingrijpen. Dat is mezelf op een knappe manier gelukt, waarvoor mijn excuses worden. Je voorbereiding was altijd heel goed. En wat erg leuk was, dat we van alle concepten konden meegenieten, want je stuurde ze altijd aan iedereen door. Zodat je op een gegeven moment niet meer wist of het nog concept was of het de definitieve versie. Maar ook daarvoor, nou ja, zand erover. Peter, goed bij de les. Je moet ook wel voor een oud onderwijsman. En onderwijs was ook jouw ding. Sociaal bewogen, onder meer in de oude wereld. Goed ingevoerd in het onderwijsveld, nogmaals. En een beijveraar op de kritische volger van de brede school. En Art. Ik sla je niet over hoor. Dat is een beetje plagen. Ja, beide benen in de samenleving. Ontzettend een prettige collega, ook in het presidium. Kon altijd met een zekere humor en relativering om de hoek komen, ook als het om ernstige zaken betrof. Ook een ontstellend goede voorbereiding van de vergadering, formuleert vragen zorgvuldig, weet ze in de vergadering goed stellen. Nou, ook als het antwoord overigens al gegeven is, maar ook daar maken we geen punt meer van. Debatten in de raad gaan snel. Adriaan, cultuur, verkeer, dat waren dingen die jou soms zodanig konden bewegen dat je je temperament liet zien. Dat hoort ook bij het vak, de kille cijferaar, dat is geen goed raadslid. Accent lag ja, natuurlijk vaak op Haringhuizen, maar ook jeugd had jouw warme belangstelling. Ik was ook heel blij te zien dat je afgelopen dinsdag, zelfs in je laatste dagen, want dat zijn het toch, dat je nog helemaal aanwezig was bij de jeugdraad en ze nog allerlei verstandige tips gaf hoe ze verder konden gaan met hun belangwekkende raad. Sjaak. Heren kinderlijk, ik wens je samen met Paul nog heel veel, vooral gezonde jaren toe. En ik weet zeker dat je vele talenten nog op andere manieren gebruikt worden. Anneke, dank. Ja, maar wie gaat dat? Dat is ook mooi.
wijs. Nee, jouw man dat zit niet meer in Til. Heer Kuiper. Meneer Kuiper, u bent hier. Ja, omdat u daartoe gelokt bent, dat weet ik. Die is ziek, ja. Dat is, sorry, dat mag u niet verder vertellen. Want hij weet het nog niet. Toch slim. De heer Lamaus, die weet, Lamaus, die weet het nu wel. En ik ben benieuwd hoe Adriaan dat al die tijd voor zich heeft kunnen houden. Volgens mij, ik ben er niet helemaal in geslaagd. Ja, ja. Hij is hier niet omdat hij de partner is van ons geachte raadslid. Want dat heeft er niets mee te maken. Maar hij is hier omdat hij veel minder zichtbaar kan zijn partner. De coördinator is bij de buurtbus. En letterlijk de stille kracht achter het rijden en zeilen van de buurtbus. En dan heb ik het over logistiek, over de roosters. In ieder geval alles wat nodig is om de chauffeurs werk te laten doen en u te laten instappen. U heeft een zeer lange duur gedaan en daarom is het u ook graag. Dat gaat over geld. En de rode eenhoorn is heel wat meer dan zorgen over geld. Het gaat ook namelijk om voor zorgen om mensen in de samenleving die via dit project een veel betere kwaliteit van leven tegemoet zien. En dat vind ik buitengewoon belangrijk. Dat vind ik een buitengewoon belangrijk initiatief. En sorry dat ik dat even uitlicht, want al die andere dingen zijn ook belangrijk. Maar deze wou ik even met name noemen. De stichting Het Label, wat is dat? Ja, u mag je best reclame maken, want daar wordt het verkocht. Thank you.